Ruud Zeger is een goede hoor. En ja, Kotjukarre verkijkt zich op en heeft hem nog. Oh, en dan laten we weer los. En Kuipers legt hem erin, maar de vlag in de hoogte. De vlag in de hoogte. Dat weet ik niet. In eerste instantie doet Kuipers niet mee. Dus het zal een randje buitenspel geweest zijn voor Samaas. Ik dacht het niet, Peter. Uiteindelijk in de tweede fase, deze man die hem binnentikt. Ja, in elk geval geen buitenspel. Ja, dit lijkt me geen buitenspel. Ook Kuipers geen buitenspel. En dan deze. Nee, dit is gewoon doel. Ja, penalty. Ja, ja, het is een feit. Ja, ja, tuurlijk. Net op tijd weggetikt. En in de val getrapt. Owusu. Ja. Ja, maar eigenlijk, Peter, je moet eens kijken. Patrice, die tikt, die weet dat die gaat al liggen. Ik denk dat er eigenlijk geen contact is. Of weinig. Ja, hij trapt natuurlijk. Kijk, hij trapt er tegen. Ja, 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 goed. Het aandringen nu al wel een hele poos bijna doorlopend in de tweede helft. Maar González moet wel nummer 9 van het seizoen maken. Tegenover Nardi. Daar komt González. En deze maakt hij wel fraai af. Want Nardi zat wel degelijk in de goede hoek. Maar als je hem zo trapt, dan is hij moeilijk te stoppen, denk ik. Uitstekende bal. Grotere ploeg hier aan de drift. Nardi toch in de goede hoek. Maar goed getrapt.